zeker wordt hier geknutseld. Het is de week van de kinderboeken. Het thema is bij ons thuis. En bij ons thuis is het altijd feest. Ja, nooit van de minibib gehoord. Zo leuk. Je hebt een kast, die zet je in je tuin en daar stop je vol met boeken. En mensen komen die even gratis ophalen, gratis brengen, lekker ruilen. Laten kinderboeken zwerven. Het is één groot feest. Ja, minibib is gewoon kei gaaf. In de coronatijd, toen was de bib gesloten. Gesloten? Er is helemaal geen bib in Adoop. Oh ja, er is geen bib. Ja, nee, daarom heb ik een buitenkast gemaakt. Hij staat bij ons onder de plataan. Er zit stampvol met romans, met thrillers, met kinderboeken, met young adult boeken, stripjes. Ja, er zit van alles in. Ja, zeker wordt hier geknutseld. Het is de week van de kinderboeken. Het thema is bij ons thuis. En bij ons thuis is het altijd feest. Nou ja, en als het dan feest is, dan maak je je eigen slinger. En dat is wat ze hier aan het doen zijn. Ja, ja, dat moet je eens kijken, man. Er wordt flink geknutseld. Ik zie hele leuke, vrolijke slingers voorbij komen. Boekenleggers worden geknutseld. Er zullen ongetwijfeld hele andere knutsels bij tussen hangen. Maar het is helemaal gezellig. Ik word daar wel blij van. De minibib die blijft gewoon 24/7 open. Maar volgend jaar zal er vast weer een nieuw evenement zijn. Tijdens de Kinderboekenweek.